Ik speel vandaag One Block, maar zoals je ziet sta ik op een hele kleine One Block. Ja, dit is One Block, maar dan op een kleine One Block. En volgens mij kan ik ook hele speciale spullen krijgen uit deze kleine One Block. 3, 2, 1, hak en ik heb een plank gekregen. Ja, dat is geen dirt. Je zou zeggen dat dit zeg maar een grasblokje is, maar dit geeft toch andere dingen. Gouden axe. Wat krijgen we hier? Een button. Oké, een evoker spawn egg. Oké, dat was niet heel slim. Oké, dat was eigenlijk heel erg dom dat ik dat deed. Waarom doe ik dat? Oké, ik ga nu de hele tijd gekild worden of niet? Oh nee, oké, ze zijn weg. Top. Oké, wat is dit? Een uncraftable tripped error. En, wat staat hier? Een tiny end portaal. Oké, en een tiny diamond. Oké. Volgens mij kunnen we dingen craften die normaal niet in Minecraft zitten. Maar dan moeten we eerst een crafting table. Een fox spawn egg. Kijk, die doet mij niks. Of wel? Doei, fox. Doei. Je stond in de weg. Het speet me. Oké, wat krijgen we weer? Sneeuw. Wow. Tiny armor. Oké, wat staat er? Click to wear. Boom. Wow, wat? Oké, ik ben blijkbaar een klein poppetje geworden, maar dit ziet er zo raar uit. Oké, ik weet niet of ik dit heel erg chill vind. In ieder geval, we gaan maar lekker door. We hebben al best wel wat spullen gekregen. Wow, trouwens, wat heb ik allemaal van extra booster gekregen? Oké, weet je, we gaan hier gewoon even dit allemaal hakken. We moeten even onze tiny block iets groter maken. Dat is één ding wat zeker is. Dus laten we dat ook even gaan doen. Ik heb hier nu namelijk gravel gekregen. En ik ben benieuwd of ik op een manier kan plaatsen. Maar ik moet niet met gravel gaan plaatsen, want dat valt natuurlijk naar beneden. Even kijken, als ik misschien zo... Oké, nu ben ik dood. Nu ben ik zeker ook mijn armor kwijt, of niet? Hoe moet ik een blok plaatsen? Oh ja, ik ben zeker mijn armor kwijt. Of nee, ik heb het nog wel, maar ik ben niet meer dat kleine poppetje. Oké, wacht, zo. Ja, oké, dat werkt. Kijk eens aan. Oké, dat werkt ook. Alleen, nu zie ik mijn one block niet meer. Maar dat maakt niet uit. Ik kan... Oké, nee, dit is heel onhandig. Weet je, ik ga even een skill doen. Let op. Boom, en dan eronder plaatsen. Oké, dat ging fout. Ik wilde zeg maar een blokje eronder plaatsen, zodat ik wel dat blokje heb. Ik ga het nog een keer proberen. Wacht, trouwens, kan ik nou niet zo op deze manier een blokje eronder plaatsen? Het is moeilijk, man, dit. Ja, oh, het is wel gelukt. Het is gelukt. Ik weet niet of jullie het zagen, maar het is gelukt volgens mij. Even kijken. Jazeker. Oké, kijk, dan kan deze hier weg. Alleen ik heb geen pickaxe. Maakt niet uit, we kunnen wel nu dit hier bijvoorbeeld plaatsen op deze manier. Oh, dan moet ik natuurlijk nu aan de zijkant. Boom. Kijk eens aan. Oké, ik ben een paar keer dood gegaan. Maar nu kan ik om de tiny one block wel heen bouwen. Dus het was het allemaal waard. We gaan even kijken of we wat nieuwe spullen. Kijk eens aan. We krijgen hier een slab. Hoppakee. We krijgen hier een shuffle. Hé, dat is altijd handig. We krijgen een lingering. Een craftable potion. Kan ik daar iets mee? Ik had hem wel op mezelf moeten gooien. Ik krijg een ster. Kijk eens aan. Even kijken. Als ik nou even zo doe. Hoppakee. Kijk eens aan. Toppie. We krijgen wheat. Nou, dat hoef ik niet. We krijgen een pressure plate. Oké, leuk. We krijgen een bed. Hey, kijk eens aan. Dat is top, want het is avond. Als ik dus nu ga slapen, dan is het neem ik aan dag. Kijk eens aan. Ja, hoppakee. Kijk, dit ziet er al wat lekkerder uit. Oké, zo gaan we op de tiny one block. Even kijken. We hebben een slab erbij gekregen. Kijk eens aan. Hoppakee. We krijgen een splash potion. Die geeft helemaal niks. Oké, we krijgen een bone. We krijgen een potje. We krijgen nog meer dingen. Laten we even mijn inventory zo mooi leeg maken. Ik wil eigenlijk even een crafting table. Hey, wow. Een tiny village. Click to enter. Oké, wacht. Boom. Wat? Hè? Oké, dit is heel ziek. Dit is heel ziek. Ik ben nu in een tiny village. En op deze manier kan ik naar beneden, volgens mij. Nee, ik ben zo dom. Oké, ik weet nou niet of ik nou zeg maar opnieuw spawn op de tiny one block of dat ik nu dood ben. Oh nee, nu ben ik op de tiny one block. Oké, hopelijk krijgen we nog een keer zo'n village. Ik had dat niet heel slim aangepakt. Oké, we krijgen een deur, we krijgen dit. Oh, ik ben zo dom. Die tiny village, daar kon ik crafting table en alles fixen. Oké, laten we even dit doen. We hebben hier farmland, dus laten we dit zo doen. En dan doen we zo hier nog een blokje. En even kijken, heb ik hier nog een blokje? Jazeker. Boom, kijk eens aan. Hè? We hebben mooi om de tiny one block heen gebouwd. Gaan we nu even deze tiny one block heel vaak slaan. En dan gaan we eens even kijken of we iets moois eruit hebben gekregen. Mijn inventory zit vol, zie ik. Even kijken, we hebben... nee, we hebben eigenlijk niks leuks eruit gekregen. We hebben bruin wol gekregen bijvoorbeeld. Een mooie creeper hoofd. En
een pickaxe is handig. Dan kan ik deze hier even makkelijk weghakken. Kijk eens aan. Zo. Even kijken. We gaan even alle troep weggooien. Want ja, mijn inventory die gaat zo snel vol hier. Zo. Hebben we eigenlijk allemaal niet nodig. Nee, toch. Zo. Hoppakee. Die bucket bewaar ik nog voor de zekerheid. We hebben hier nog wat blokken. Daarmee kunnen we. Dit kunnen we natuurlijk niet plaatsen. Maar deze kunnen we hier bijvoorbeeld plaatsen. Dan hakken we dit weer even weg. En op deze manier. Hé, een tiny sword. Wajo. Swings fast. Oh, ja, zeker. Wajo. Kan echt super snel slaan, zoals je ziet. Oké, die gaan we zeker weten bewaren. Even kijken. We hebben hier nog een warped stem. Hé, betekent dat? Ja. Oh, kijk eens. Crafting table. Hè? Het werd dus tijd. Oké, tikken we hier tiny in. En kijk, dan zie je wat we allemaal kunnen craften. Een tiny bow. Shoots 100 arrows at once. Oftewel, schiet 100 pijlen in één keer. We kunnen een tiny trident. Less means more. Tiny sword. Nou, die heb ik al. Tiny end portal. Click to end. Oh, wat? Tiny diamonds. Daar kunnen we waarschijnlijk deze tools allemaal mee maken. Tiny pickaxe. En tiny armor. Oké. Even kijken. Ik denk oprecht dat het doel is om dus die tiny end portaal te krijgen. Want dan kunnen we dus tegen een nether, tegen een ender dragon vechten. En hoe maken we die tiny portaal? Dat is natuurlijk de vraag. Door 2 keer een tiny end portaal piece te hebben. En ik neem aan dat ik die uit de wanblok krijg. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Even kijken. We krijgen hier, zag ik, schoenen. Even kijken. Jazeker. Hoppakee. Hebben we nog iets leuks? Nee. Laten we gewoon dit hier even allemaal zo pakken. En dan maken we onze mooie, hele rare wanblok nog iets groter. Ik hoop ook dat ik weer even iets van een village krijg. Dat zou wel heel erg fijn zijn. En iets van een chest zou ik ook nooit erg vinden. Of iets anders wat handig is. Want mijn hele inventory zit zo snel vol. Het is echt niet normaal. Zo, hoppakee. Ik heb mijn inventory weer lekker leeg gemaakt. Ik hoef eigenlijk mijn endportaal of mijn wanblok hoef ik ook niet langer te maken. Ik moet gewoon nu eigenlijk even die tiny spullen krijgen. Hé, dit is wel top. Netherite armor, hoppakee. Dat kan je dus allemaal eruit krijgen. En elke keer wanneer... Oh, ik had trouwens dat hout moeten bewaren. Maar elke keer wanneer dit gewoon vol zit, drop ik het even op deze manier. En dan gaan we weer hakken. Hopelijk krijgen we iets van de tiny village. Want ik denk dat je daar tiny spullen kan vinden. En tiny spullen zijn OP. Oh, en serious dedication. En netherite, ho, daar krijg je blijkbaar een lijpe melding voor. Oké, die spruce plank bewaar ik. Want hout is handig. Ik wil namelijk een chest maken, zodat ik bepaalde spullen kan opslaan. Even kijken, krijgen we hier nog iets leuks buiten nu? Nee. Oh, wow. We hebben gekregen een wat is dit? Een music dish. Stal. Hè, dit... Ik denk dat dit iets is, maar dat het gebukt is of zo. Ik heb geen idee wat dit is. Ik bewaar het maar zo, want misschien is het wel die tiny end portal. Ik heb geen flauw idee. Het ziet er in ieder geval raar uit. Ik ga dit ding trouwens gewoon even spammen. Ik heb geen zin om deel te... Hey! Een crafting... chest. Wel, trap chest, maar dat maakt niet uit. Ik verbind hem gewoon met niks. Zo, hoppakee, doen we die erin. Dat zijn de zeldzame spullen die we op dit moment hebben. Ik ga nu gewoon door met hakken. Hey, trouwens, een diamond zwaardje. Oh nee, ik heb al een tiny diamond zwaard. Weet je, die pijlen trouwens, die moeten we wel bewaren. Misschien kunnen we die dadelijk in die tiny boog doen. Ik moet eventjes gewoon weer op die kleine village of iets in die richting. Ik moet gewoon goed opletten of dat niet hieruit komt. Even kijken. Ik zie wel een diamond. Ik zag een diamond en ik had gezien dat ik met diamond tiny diamonds kan maken als het goed is. Oké, ik heb er nu wel echt een troep van gemaakt. Maar dit is trouwens wel een manier om heel snel te kunnen kijken of ik iets zeldzaam heb. En dan gooi ik die diamond. Tuurlijk gooi ik die diamond nu weg. Oké, ik moet het dus niet te snel doen. Maar dit is wel een hele goede manier. Ik moet dus eigenlijk de hele tijd hakken. Daardoor komen al die items hier. Ik zie nu ook dat ik opeens allemaal bedrock krijg uit mijn tiny one block. Maar kijk, dit is de tactiek. Kijk, nu liggen hier super veel items. En dan kan ik zo op deze manier even, kijk, de tiny trident bijvoorbeeld eruit halen. En de bedrock, die willen we natuurlijk ook wel opslaan. Zo, dirt, steen. Nee, dat hoeven we echt allemaal niet. Al een beetje opletten dat ik niet... ongeluk iets weggooi. Golden dit. Music disc. Cookie. Boekje. Nee. Netherite pickaxe hoef ik ook niet. Oké, top. Nou, dan gaan we weer hakken. Ik wil weer zo'n tiny village eruit. Dat zou toch zo fijn zijn. Oké, ik denk dat ik hem wel weer genoeg gehakt heb. Zo, hoppakee. Een bed. Een vis. Kijk, je krijgt zoveel troep eruit. Maar we moeten even weer iets tiny's eruit krijgen. Kom op. Kijk eens. Een tiny boog. Een tiny bow. Ja. Is er nog iets anders dan een tiny
Amiibo, zeker een Tiny Village. Oké, dit is top. Wat ik dan doe, ik ga sowieso even wat bouwblokken meenemen. Zodat ik naar die Tiny Village makkelijk toe kan komen. Boom, hoppakee, kijk eens aan. Kijk, nu zijn we hier. Dit is top. Oh, dit is ook oprecht dezelfde Tiny Village als we al waren, zeg maar. Oké, wat ik dan doe is zo. En dan doen we... Oh, zo blijkbaar. Dit kan. Ik wist dat niet eens dat dat kon. Kan ik hier ook opstaan? Ja, oké, top. Ik kan alleen niet nou hier bouwen. Oké, weet je wat? Dat maakt niet uit. We gaan gewoon nog één omhoog. En dan doen we gewoon zo. Hoppakee. En dan pakken we deze hier nog even. Ik ga dit zo veilig mogelijk doen. Kijk eens aan. En dan kijk eens aan. Oké. En als ik dan nu dit doe, dan kom ik wel... op de Tiny Village. Oké, dit is denk ik oprecht de veiligste manier om het te doen. Kijk eens aan. Gaan we hier zo naar beneden. En ik ben heel benieuwd hoe deze Tiny Village er überhaupt uitziet. Zou het letterlijk een village zijn, maar dan in het klein? Ik ben heel benieuwd. Hoppakee, daar zijn we dan. En dit ziet er al heel raar uit. Is dit nou gewoon letterlijk een... heel raar huis. Het lijkt er wel op. Even kijken. Ik heb... Oh, dit is chill. Ik heb een stenen axe bij. Dan kan ik hier even deze boom hier kappen. En dan kan ik even heel veel bouwblokken fixen. Kijk eens aan. Zo, hoppakee. Dan hebben we gelijk 16 hout. En dan kan ik hier omhoog bouwen. Want ik zou niet weten hoe ik anders hier omhoog moet gaan. Zo, hoppakee. En daar zijn we dan. En wat zit hier allemaal in? Een tiny end portaal. Ja. Combine two together tiny end portal. Oké, dat moeten we hebben. Kijk eens aan. Diamonds. En wat kon je met die diamonds doen? Dan kan je dit doen. Heb je 3 tiny diamonds. Daarmee kunnen we dingen craften. Oké, eten is altijd fijn. Oké, deze tiny villages zijn wel OP. Oké, we moeten even elke chest gaan checken. Obsidian. Ik ben wel benieuwd eigenlijk als ik een endportaal kan maken. Hoe dat dan dat... Of een netherportaal kan maken. Hoe dat er dan uitziet. Even kijken. Kan ik hier nog wat armor pakken? Ik heb hier deze nog. Dan heb ik sowieso die daar. En er zal hier ergens nog wel een iron helm in liggen, denk ik. Ja, kijk eens aan. Zo, hoppakee. Dan hebben we wel een goed setje al. Kom op, er moet toch nog wel iets... iets liggen van een endportaal. Zou er echt maar 1 endportaal in liggen? Het lag toevallig in die chest die daar in zijn eentje staat. Even kijken. Dit is denk ik trouwens wel een snellere manier om deze dingen hier weg te hakken. Zo, hoppakee. Boom. En dan hakken we deze zo weg. Die hakken we weg. Die hakken we weg. Hakken we ze allemaal weg. En dan kijken we wel wat we eruit krijgen. Het ziet er nou uit alsof het allemaal een beetje hetzelfde is. Alsof er geen extra endportaal hierin zit. In ieder geval, ik zie hem niet tussen deze chesten liggen. En volgens mij ligt hij ook niet hier op de grond. Nope. Nee. Oké, dan gaan we maar weer terug, denk ik. Tenzij hier nog iets leuks is. Volgens mij is dit gewoon... Nee, niks bijzonders. Is hier nog iets speciaals? We kunnen hier nog even wat hout meenemen. Altijd handig om dat hout te hebben. Jazeker. Zo, hoppakee. Kijk, dan nemen we dan op deze manier mee. En dan doen we zo. En dan boom. Kunnen we de end of the tiny one block... kunnen we nu wel een stukje groter maken, zeg maar. Ik spring hier even de diepte in. Want dan kom ik weer bij mijn tiny one block... terecht. Ik zou niet weten hoe ik er anders moet komen. En dan leggen we gelijk die dingen hier in de chest. Kijk, deze die gaan we in de chest leggen. En de diamonds leggen we in de chest. Denk dat we namelijk met die tiny diamonds... Kijk, tiny armor kunnen we met die tiny diamonds maken. Dus dat is top. Oké, dan gaan we deze weer even heel vaak hakken. Zo, op deze manier. En ja, ik denk, ik weet niet hoe we nog zo'n endportaal krijgen. Maar ja, we gaan maar gewoon blijven hakken. Ik zou niet weten wat we anders moeten doen. En ik zie al iets heel leuks. Ik zag volgens mij tiny armor tussen de dingen liggen die ik kreeg. Tiny diamond heb ik nu wel genoeg. Volgens mij zag ik Kijk, tiny armor. Hoppakee. Die kan wel handig zijn als we dadelijk naar de endportaal gaan. Oké, ja. We moeten denk ik gewoon deze tiny one block blijven hakken. Totdat we die tweede endportaal krijgen. Ik denk dat dat de enige manier is. Ik ga hem gewoon echt mega vaak hakken. Ik ga gewoon zoveel hakken dat de wereld gewoon van gaat laggen. Omdat er zoveel spullen liggen, weet je wel. Oké, ik heb ook het gevoel dat er heel veel spullen naar beneden vallen. Dus ik stop het toch maar mee. Kom op, geef mij even zo'n endportaal. Kom op. Een tiny pickaxe, die had ik volgens mij al één. Oh nee, die had ik nog niet. Kom op, geef me iets. Wow, wat? Dat was een raar klokje, een rood klokje. Ik heb geen idee of die zeldzaam was. Een nether star, een boot, rotten flash, een music disc. Ik wil die endportaal, kom op bro. Een tiny sword, die heb ik al. En nee, daar zit helemaal niks tussen. Ha. Oké, ja, weer die rare blok. Oké, die bewaren we denk ik dan toch maar. Ik weet niet of we met die rare blok iets kunnen craften. Ik heb er nu wel 2. Kan ze ook niet op elkaar stapelen? Is er iets...
is dit de bedoeling, deze rare blokken? Wat moet dit voorstellen? Nou ja, ik denk dat die rare blokken een bug zijn. Ga ik maar vanuit. Weet je, ik gooi die ook maar gewoon weg. Als het goed is trouwens, ik had die tiny pickaxe. Die hakt volgens mij heel erg snel, toch? Damn! Wajo! Oké, dit is niet normaal hoe snel die hakt. Oké. Als er nu geen tiny end portal tussen ligt, dan weet ik het ook niet meer. Even kijken, we hebben een chain command block. Hey, die kunnen we altijd even plaatsen, toch? Oh, ik mag hem niet plaatsen, omdat ik waarschijnlijk niet in creative zit. Oké, kom op. Een elytra, kijk, die willen we hebben. Boom, die willen we zeker hebben. Hoppakee, even kijken. Een tiny pickaxe, nou die hadden we al. Melon slice, cooked pork chop, gas tear. Oké, dan moet toch, nu moet die end portal er toch wel tussen zitten. Een tiny village opnieuw. Laten we naar die tiny village gaan. Misschien is het een nieuwe tiny village. Nee, dat zie je nu al heel duidelijk dat het geen nieuw is. Maar misschien wordt er wel opnieuw loot ingelegd. Het zou kunnen natuurlijk dat de loot opnieuw erin komt. Nope. Wel een... Oh, deze lasso die zorgt ervoor dat je teruggaat. Ah, misschien had ik dat gewoon eerder moeten doen. Misschien, zeg maar, ja, zorgde die lasso ervoor dat er wel de nieuwe loot er kwam. Een crossbow, die hoeven we niet. Nee. Geef mij de tiny portal. Ik wil naar de end. Ik wil Minecraft uitspelen. Kom op, bro. En hij zit er gewoon niet tussen. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik ga hem gewoon weer hakken. Weet je, misschien moet ik nu wel gewoon weer die village krijgen. Want door die lasso is misschien dus die village gereset. Ik hoop dat het dat is. Ik zou het anders ook niet weten. Ik moet toch op een manier die tweede endportal frame krijgen. Ik ben al blij dat ik er al één heb. Dat is al één ding wat zeker is. Oeh, kijk eens aan. Een enchanted golden apple. Kijk, die doen we wel even in de chest. Kom op, jongen. Een debug stick. Oké, geen idee, maar hij ziet er leuk uit. Ik ken nu wel spullen die ik normaal niet kreeg. Dus misschien komt het nu wel op het niveau dat ik hem bijna ga krijgen. Ik krijg zeg maar wat apartere spullen, weet je wel. Al krijg ik nu weer opeens hele normale spullen. Zoals ik zeg maar linksonder in mijn inventory zie. Een tiny trident. Nou, die heb ik denk ik al 1000 keer gekregen. Laten we dit even eten. Zo. Kom op, jongen. Geef me nou even die end portal. Of zo'n nieuwe village. Want daar ligt die end portal waarschijnlijk in. En we gaan hem weer hakken. Hoppakee. Ja, het is echt bizar hoeveel moeite dit kost. Oké. Nou, daar gaan we weer. Volgens mij zag ik wel een village ertussen zitten. Ik dacht dat ik een village ertussen zat. Die wil ik sowieso krijgen. Want misschien zit daar dan wel weer zo'n tiny end portaal. Dus ik moet oppassen dat ik die village niet weggooi. Want zo iemand ben ik wel. Dat ik dan die village gewoon weggooi, weet je wel. Hey, wow, wat? Ik heb gewoon een hele tiny end gekregen. Oké. Hey, dat kan ook. Dus even kijken. Oké, nou dan pakken we dit hier. Nee, trouwens, ik wil deze wil ik hier. Wat pakken we nog meer? We pakken de tiny diamond armor. En een tiny boog. Want die schijnt heel overpowered te zijn. En natuurlijk de enchanted golden apple. Ik denk dat ik dan wel de juiste spullen allemaal heb. En dan gaan we maar gewoon naar de tiny end. Click to wear. Boom. Wat? Oké, wow. Au. Wat is dit? Waar ben ik? Waar ben ik, bro? Ik ga dood. Waarom ben ik fell out of the world? Wat was dit? Oké, eens even kijken. Ik heb nog een tiny end gefixt voor mezelf. Want dit was een beetje heel raar. Oké, daar zijn we weer. Kom op. Oké, ik moet gewoon slaan. Ik moet gewoon letterlijk slaan. Oké, even die apple eten. Kom op. Even die armor aandoen. Zo, en slaan. Oké, even kijken. En ik kan ook schieten, toch? Dit ding is toch super OP? Oké. Oh, ja. Kijk al die pijlen die ik schiet. Oh jee. Nee, ik val. Oké, dit is echt heel erg raar, want ik val naar beneden. Waar? Ik had een elytra. Ik had een elytra. Ik had kunnen vliegen. Oké, jongens, die tiny end dragon. Ik heb geen idee, die is zo vaag. Maar dit was dus Minecraft op een tiny one block. Vond je dit nou een leuke video? Nou, dan vind je het ook leuk om mij te zien overleven op een lava one block. Klik snel op deze video als je dat wil zien. Abonneer op mijn kanaal en dan zeg ik Mick out.